Hallo, Nienke hier van de Flower House. Deze video is bedoeld voor degenen die zich al hebben opgegeven voor de Cleanse & Restore detox van 30 dagen. Die begint op 1 februari. Of voor degenen die nog even iets meer informatie willen hebben. Ik kreeg van een aantal mensen de vraag. Ik heb het best wel druk. Heb ik wel tijd? Hoe kan ik dit precies toepassen? Eigenlijk is het antwoord, je kunt het zo simpel mogelijk houden en je kunt er wat dieper op ingaan, precies wat bij jou past. De basis van de Cleanse & Restore zijn de supplementen, dus die hoeven in principe geen tijd te kosten. Dat is iets wat je dagelijks inneemt. Op het moment dat je er andere persoonlijke doelen aan wil koppelen, bijvoorbeeld meer bewegen of meer mediteren, dan kan je gebruik maken van die elementen die we bieden in het programma. Ik zou kort nog even iets vertellen over de supplementen die we gebruiken, zodat je daar iets meer inzichten in krijgt. Mijn scherm indelen. Dus 30 dagen cleanse. We beginnen 1 februari. Dit is hoe het eruit ziet. Dus we werken met 10 verschillende producten. We werken met 3 verschillende fases: activeren, resetten en vernieuwen. En precies per 10 dagen zie je welke je wanneer inneemt. Staat hier ook allemaal helemaal beschreven. We beginnen altijd met de basis en dat is de Lifelong Vitality. Ik gebruik deze zelf nu 1,5 jaar en ik vind het heel fijn. Het zijn alle vitamines die je nodig hebt, alle mineralen, alle omega's. En alles gecombineerd met essentiële oliën en botanische plantextracten. Dus het is helaas zo in deze tijd dat onze voeding, ook al proberen we nog zo gezond te eten, niet meer alle voedingsstoffen kan bieden. Dus het is heel fijn om dat aan te vullen met deze basisproducten. Verder gaan we met de Terrazyme, Zendocrine en de Zengest werken de eerste 10 dagen. Dus de enzymen die gaan jou helpen om daadwerkelijk de voedingsstoffen die je lichaam binnenkrijgt ook opgenomen kunnen worden. De Zendocrine is de voorbereidende blend om het lichaam voor te bereiden ook op de tweede fase waarin we gaan detoxen. Dus dit is echt als hulp voor bijvoorbeeld je lever, je darmen, om sterk genoeg te zijn en om ook echt te cleansen om dat aan te kunnen. Niet dat het zo ingrijpend is, maar het is het voorbereidende werk. Daarom heet het ook het activeren van het lichaam. En de derde is de Zengest. En dat is een blend met onder andere anijs en met gember, met fenkel. Dus die helpt voor een gemakkelijke spijsvertering en die zorgt er ook voor dat eventuele darmklachten verminderen. Dan de GX Assist. Dit is de formule die we dus in de tweede 10 dagen gaan toepassen. Dus dat is van 11 tot 20 februari. En hier, dit noem ik eigenlijk een beetje de onkruidverdelger. Dus hier gaan we ervoor zorgen dat een dusdanig in darmflora een dusdanige omgeving wordt gecreëerd dat alles wat er niet thuis hoort en wat normaal gesproken je energie naar beneden haalt of wat je darmen irriteert, prikkelt, dat afgevoerd gaat worden. Dus dat is de GX Assist, dat is de tweede 10 dagen. En dan de laatste dagen, de laatste 10 dagen werken we met de PB Assist en de DDR Prime. En de PB Assist, dat vind ik wel mooi. Ik heb hier even een capsule. Ik hoop dat je het kunt zien op de camera. Maar die is double capsulated. Dus dat betekent dat hij eigenlijk in 2 capsules zit. Waardoor hij dus pas daar opent waar het echt nodig is om dus inderdaad de probiotica aan te vullen. En de DDR Prime die helpt er dus voor dat het lichaam echt op celniveau wordt hersteld. En de laatste is de Lemon. Die zou ik eigenlijk sowieso adviseren om altijd te gebruiken. Het is een hele mooie detoxolie en heel mooi cleansend. Gedurende de 30-daagse cleanse gaan we normaal gesproken, zou ik adviseren, 2 druppeltjes elke ochtend in een glas lauwwarm water. Tijdens de 30 dagen gaan we dat uitbreiden naar 5 glazen per dag, dus 10 druppels per dag. Om zo ook op die manier het lichaam te ondersteunen.
Dus dat eventjes in vogelvlucht. Iets dieper in op de verschillende fases van de cleanse. En met welke verschillende producten we gaan werken. En dus hopelijk is het ook voor iedereen duidelijk dat je kunt het heel eenvoudig houden. En je kunt het ook aanvullen met alles wat we bieden binnen het programma. In de zin van toegang tot voedingsdeskundigen, meditatie en yoga. En misschien andere gewoontes die je wilt gaan implementeren in jouw voedingsregime. Oké, dat was hem. Hopelijk tot 1 februari.